sorry. Aldo, de verhuizer, nu al. Doe maar rustig aan, Aldo. Het is de verhuizer niet, maar het traumateam. Mooi dat u weer eens langskomt. Nazorg, slachtofferhulp. Van mij geen kwaad woord over de politie. Hoorde ik u zeggen verhuizen? Ja, daarom zijn we druk. Het gaat nou toch door. De vorige keer toch uit en te na over gehad. Als Aldo wil, kan hij het aan zijn dood blijven wonen. Mevrouw de Wilde kan hem niet dwingen. Hij heeft alle rechten. Hij heeft het opgegeven. Een soort boetedoening, zegt hij. Nee, toch. Hadden we net af van alleen maar schuldgevoel. Mevrouw de Wilde, u weet hoe ze geworden is. De trauma. Ze komt er nooit meer overheen. Dat kan niet met zoiets. Maar Aldo en ik evenmin. Het is wel niet je eigen kind. Maar je draagt het altijd met je mee. En dat ze alles op Aldo blijft schuiven. Het is allemaal haar eigen schuldgevoel. Precies, ze had ook een aandeel in de ellende. Boter op de hoofd, sorry. Vindt onbeschaafd om te zeggen, maar het is wel waar. Nou, we zijn goddank precies op tijd. Je moet meteen met Aldo gaan praten, Hans. Ja, graag. Maar heeft het nog zin? Alles is al geregeld. Roos, het kan zo teruggedraaid. Voor mij is het ook verschrikkelijk. Mijn laatste werkhuis kwijt. En in die aanleuningwoning heeft die schoonmaakservice. En ze doen ook de was. Moet houden hoor, mevrouw van Borselen. U bent zo'n dapper mens. Dank u, altijd zo aardig en vriendelijk, u en uw collega. Maar mag ik eens vragen? Denkt u zelf echt nog steeds dat Gabriel terugkomt? Ik sluit niks uit. Het is bijna 6 maanden geleden. Ja, daar zitten 10 rechercheurs op. We zijn nog lang niet uitgepraat. Nee. Hij komt niet terug. Ik voel het. Het is geen verwijt hoor. Echt niet. Maar de politie kan niet aan, sorry. Dat weet iedereen. We hebben anders net weer gescoord. 3 pedo's gearresteerd. Wel. Maar intussen moet u ook die andere misdaad bestrijden. Al die maffia die binnenstroomt uit Rusland. Albanië. Noem maar op. Mijn man zei laatst, heel de wereld is één gangsterhol. Nederland ook. Hoe kan u daar tegenop? U moet als een vreselijk oppassen voor de Marokkaanse crimineeltjes. Dat ze hun vingers niet knakken. En dan ook nog achter kinderrovers aan. Hopeloos. Nou, gelukkig zijn er nog een heleboel fatsoenlijke mensen. Zoals u. Steeds minder volgens mij. Altijd dat gepraat over minderheidsgroep zus, minderheidsgroep zo. Het is maar één volgens mij, dat zijn wij. Net de mensen die geen vlieg kwaad doen. Nou bent u wel heel negatief. Ja, dat komt als je bedenkt dat zo'n Roy nog steeds vrij rondloopt. En die andere jongen toch ook. Er is een internationaal opsporingsbevel uit. Ja, wel, fijn te horen. Over maanden, sorry. Hoe is dat met de stress? Librium. 3 per dag. Slecht voor je hersens, maar je functioneert. Als je zoals ik alles nog zo goed kan, dan moet dat. Ja, je wordt soms wel een beetje overmoedig. Laatst op straat komen de mannen aan. Alle 3 net Saddam Hussein. Ik denk, die denken dat ze er voor ze opzij gaan. En ineens zeg ik, laat me het door. Zo hoort dat hier hoor, sorry. Ja. Zo moet het. En wat deden ze? Maar aankijken of het stapelgek was. Nou, gewoon elkaar een beetje opvoeden en dan komt dat allemaal nog wel voor elkaar. Wist u dat er nu cursussen zijn? Ook voor Marokkaanse vaders, om te leren hoe ze hun zonen moeten aanpakken. Zal het helpen? Ik weet het niet, die kerels gaven een duw. Ik lag bijna in de grond, maar laat ze maar lekker allemaal op cursus zitten en dan vallen ze ons tenminste niet aan.